Ja, we hebben het over de eerste zoen. Nou, mam, wanneer was de eerste zoen van pap? Ja, we waren naar de bioscoop geweest. Ja. En hij bracht me naar huis. Ja. En de deur open, buitendeur open. Ja. Dat je de trap naar boven. En daar deze man dus wat langer was, deze jonge man, als ja. ik. Ja. Moest ik eerst een paar treden op. En toen kon hij me zoenen. Zo is het de eerste keer gebeurd. En hoeveelste afspraakje was dat? Nee, de eerste keer. Dat eerste afspraak hebben jullie al gezoend? Ja. Nee, de tweede afspraak was het nou op ja, de bioscoop. We zijn eerst aan het dansen geweest en toen zondag zijn we naar de bioscoop geweest. Dus de tweede en afspraak. Dan, ja, de tweede afspraak. Weet ik veel. Papa weet het niet meer. Nou. Nee. En hoe was dat, de eerste zoen? Hoe was dat? Ik vind het niet belangrijk. Geen tongen. Het was niet tongen hoor. Oh, jullie hebben niet getongd? Nee. Oh. En bang. De tongen, dat hoeft van mij niet. Oh. Oh, ja, dat staat verder nu niet op film of zo. Doe er verder niks mee. Oh, oh. Voor later, voor Quinty. En toen kwam die vriend van Joeken naar beneden. En Joeken helemaal jankend. Die had op de hamster gestapt. Die was dood. Die cavia, ja. God. Die vriend van Joeken had op haar hamster... Nee, Joeken was op de hamster gaan stappen. Die liep daar als een gek s'avonds in een rondje. Toen zat ze op de... Toen jullie net gezoend hadden. Ja, dat was die tijd. Ja. Jullie hadden net gezoend, jullie kwamen binnen en toen was Joeke aan het janken omdat ze die op de hamster... Ik kwam naar beneden met Bert en zij was aan het janken. Zal ik even mijn zuster voorstellen? Oh, hamster is dood. Ik hoorde het er nog zeggen. Oh. Ja. Nou, zielig. Ja, heel zielig. Dat was de hamster, die heeft nooit meer hamster gehad. Zij was in Schiedam niet welkom. Nee. Ze was niet of bij die vriend, bij niet Bert. Niet van het geloofje. Ze was niet van het geloofje. Oh, is er heel lang mee geweest, toch? Ja. Een paar jaar, ja. 1 of 2 jaar, weet ik niet meer precies. Hij zat in dienst. Militaire dienst. Was in een militair. Ja, in Bussum. Vroeger moest je verplicht in dienst. Ja. Dat willen ze weer maken. Ja. Hij was ook een beetje dienstplicht. Hij was ook een beetje gek op mij, hè? Bert, want jij was jaloers. Oh, pap, ja? Ja. Ja. Vond u hem ook leuk dan, mam? Nou, hij was jonger, hè? Oh. Was een jong jongetje. Oh. En oma zat oma te slijmen. Oh, wat lekker gebakken aardappeltjes, gebakken aardappeltjes, een gebakken eitje. Dus tussen de middag kwam hij nog wel eens zo. Oh, wat een zeiksnor. Ja. Slijmert. Slijmertje. Slijksnor. En toen kwam een keer zijn ouders kwamen thuis en toen ging hij over de... Toen werd hij eventjes ontleed, dat hij van school geschopt was en zo. Oh. Dus toen was het afgelopen met Bert Grijzenhout. Oh, en Joeke. En Joeke. Mocht ze niet meer zien. Ja, nee. Oh. Volgens mij heeft ze nooit meer een knul gehad. Oh, dat is de grote liefde dan. Ja. Nou, dat is wel zielig. En jullie zijn aan elkaar blijven hangen. Ja. 53 jaar. Ja. Nee, langer. Hoe lang hebben jullie gedate voordat jullie gingen trouwen? Jaar, 57 jaar. 4 jaar voordat jullie gingen trouwen? Het was 1960. En toen, toen moest u trouwen, want toen was u zwanger? Nee, we moesten niet trouwen. Oh, wat dan? Nee. Jullie wilden gewoon heel graag samen trouwen. Ja, maar we zochten een woning. Hè. Dat was vroeger, hoe moest je inwonen? Dus toen kregen we de inwoning van de broer van Olga. Ik had een neef, dat was de zoon van tante Rika, Lodi. En die was getrouwd met Olga. En Olga had een broer, Olfert. Die woonde met zijn vrouw en kind op de Linnaeuskade. Die kregen een huurhuis. En toen mochten wij in hun huis beneden, Soeteren. Helemaal blij, happy de pippy. Ja, bij mevrouw van de Voet. Linnaeuskade 24. Toen gingen jullie voor het eerst samenwonen. Trouwen, hè? Oh, eerst trouwen en toen samenwonen. Ja. Ja. Oh ja. Toen gingen we met de twee pitten gingen we naar beneden. Het trapje af. Nee, jij zette het neer en je droeg mij het trapje naar beneden in mijn bruidsjurk. Weet je niet meer. Nou weet ik wel. Geen twee pitten. Dat hadden we. Van de Schiphol. Was van jouw bedrijf, ACS. Ja, was van ACS.
En toen heb je je hoge hoed heb je bovenop de fiets neergelegd in de gang. En toen kwam mevrouw van de voet de volgende ochtend. Toen zag ze die hoge hoed. En toen dacht ze, nou, die had haast. Die heeft die hoge hoed neergelegd. En die moest maar, je terugbrengen. Ik werkte niet bij de ACS. Ja, op Schiphol. Nee. Ja? Nee. Waar dan? Bij de timmerman. Nee, was geen timmerman. Goedemorgen, Cor. En wat is een tweepitter? Ja. Wat is dat? Gas. Oh. Twee gaspitten. Oh. Moesten we toch wat hebben. Dus oh, ja, dat ging toen naar beneden. Maar die hadden we van tevoren... naar beneden gebracht. Ja. Ja. En toen moest je mij nog wel brengen. Nee. Ja. Toen heb je mij gedragen. Niet met de trouwdag. Ja, op de trouwdag naar beneden. Oké. Okay. Over het nekkie. Ja, jij wel. Maar die twee pitten niet. Toen gingen jullie op de fiets naar het stadhuis. Dat was op de fiets. Nee, dat was al achter de rug. Hè? Oh, toen kwamen jullie weer thuis. De volgende dag moest je naar Kennis, John Kennis, op het Singel. En dan moest je je jacket en die mooie grijze hoed moest je terugbrengen. Want die had je twee. En mijn bont keepje. Ja. Ja. Ja, zo ging dat vroeger. Ja. Ja. Nou, mooi hoor. Ja. 53 jaar later. Ja. We hadden allemaal schulden, 53 jaar. We hadden allemaal schulden, ja. Omdat we dus foto's hadden en ja, trouwauto's. Ja. En we wouden het toch. En we kwamen binnen in, hoe heette dat café waar we waren? Op het Rembrandtsplein. Ja. En oma die zat Gouden Hoog. Hoofd. Ja. Zat achter de piano en speelde de bruiloftsmars. Mooi. Prachtig. Ja. Had ze geoefend, stiekem. Ja. Dat was een verrassing. Ja. Daar hadden we de receptie. Ja. En in de Grand zijn jullie getrouwd, toch? Volgens mij eten. Ja. Dat was vroeger het stadhuis, toch? Of zo? Ja, het stadhuis was vroeger. Tegenwoordig de hotel de Grand. Dat was vroeger het stadhuis. Ja. En daar waren ze ook van kantoor, van Schiphol en de buren. En die van jou, van iedereen. Zoveel jaar jonger. Ik zou het niet meer weten. En daar had ik een mooi bruidsboeket van orchideeën. Ja, dat was mooi. Ja. Dat is waar. En die van Bouwstraat. Ja, Portingen. Die heb ik nog wel aangeschreven. Geld erin dat die mijn moeder een boeketje bracht of zo. Niet elke zaterdag, maar wel af en toe. Gemeen, hè? Gemeen, hè? Jij begrijpt hem niet. Maar zij wel. Ja.